Ik heb trouwens echt een nieuwe verslaving. Nee. Nee? Lezen! Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik ben gewoon thuis met Eli. Eli die slaapt nu nog eventjes, maar ik wilde straks met hem naar buiten gaan. Dus ik wacht even tot hij wakker is. Ik ga denk ik nog even wat eten en even wat dingetjes nog aan jullie laten zien. En dan gaan we daarna naar buiten. Allereerst wilde ik jullie even mijn nieuwe lippenstift laten zien. En die heb ik van een PR-bureau binnengekregen. En deze zijn van de Makeup Academy. Ik zal het wel even laten zien. Nou, dit zijn ze. Ze zijn van de Makeup Academy. En het is dus een matte lipstick. Ja, ze noemen het hier een lakker. Is ik het goed? Ja, liplakker. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het zal wel Frans zijn. Ja, deze lijkt heel erg op Velvet Teddy, vind ik, van MAC. Alleen hij is voor mij iets te licht. Dus ik heb hem nu in combinatie met deze op. Die is wat warmer en gewoon rood. Dus als je die twee mengt met elkaar, dan krijg je dus... Oh, ik zal het even laten zien. Dan krijg je dus deze kleur. Dus net even wat warmer dan als je alleen deze kleur hebt. Je ziet ook een beetje dat die wat warmer is op mijn lip. En ja, ze blijven gewoon echt super goed zitten. Dus ik heb het gewoon even getest. En nou ja, in eerste instantie had ik dus deze kleur opgedaan gisteren. En die is gewoon zo bijna tegen oranje aan gewoon. En toen dacht ik, nou dan haal ik het er weer af. Maar je krijgt het er zo moeilijk van af. Dus het blijft echt gewoon, ik voel nu al dat ik hier gewoon de hele dag mee rond kan lopen. Dat het zo goed blijft zitten. Dus eigenlijk is dat heel handig dat het gewoon lekker lang blijft zitten. Alleen ja, je moet het dus wel in één keer goed opdoen. En niet dat je denkt van, oh het moet er weer van af. Want dat had ik dus bij deze. En deze is eigenlijk een beetje... Ja, tegen oranje aan gewoon, zoals ik al zei. En ja, meer voor de zomer. Dus, en je kan hem eventueel ook leuk combineren, denk ik. Als je een andere, wat misschien rood doorheen doet. Dat je dan een wat rustigere kleur krijgt. Maar hij is wel echt heel leuk. Echt een zomers kleurtje is het. Dus nee, hier ben ik heel blij mee. Ik zit eraan te denken om pannenkoeken te maken. Maar ik moet de vaat eigenlijk nog doen. Maar nee, ik ga maar gewoon eerst pannenkoeken maken, want ik heb honger. I'm riding around in my car slow. What you waiting for? I feel like I hit the lotto. What you waiting for? I'm riding around in my girl's eye. What you waiting for? We're riding around just to get by. What the fuck you waiting for? I'm riding around in my car slow. What you waiting for? I feel like I hit the lotto. What you waiting for? I'm riding around in my girl's eye. Zo, dit is de eerste pannenkoek. En ik heb hier kaas op gedaan met stroop. Ik hou echt van zoet en hartig bij elkaar. Ja, ik weet ook niet waarom. Ik vind het gewoon lekker. Ik moet ook echt vaker water drinken. Echt, nu probeer ik echt naar de keuken te lopen. Of tenminste, als ik dan al naar de keuken loop, dan probeer ik gewoon gelijk een glas water erbij te pakken. Maar ik weet, ik heb gewoon niks met water. Dat zonder smaak en zo. Maar ja, het moet... Ik heb trouwens echt een nieuwe verslaving sinds 2 dagen en dat ga ik jullie nu laten zien. Dit is mijn nieuwe verslaving, Netflix. Ik heb een account aangemaakt sinds 2 dagen nu en ik ben begonnen met Prison Break. Ik heb daar ooit, nou ja, hoe lang bestaat het al? Jaren volgens mij, maar ik heb daar ooit 1 of 2 afleveringen van gezien en toen vond ik het wel vet, maar ik ben het niet gaan volgen. Dus nu ben ik daar wel mee begonnen. En ik heb in 2 avonden heb ik volgens mij echt wel 8 afleveringen gekeken. Dus het is echt niet normaal. Maar het is zo verslavend dit. Dus het is eigenlijk helemaal niet goed voor mij. Maar goed, ik kijk het trouwens niet op de iPad hoor. Ik kijk het gewoon op de tv. Dus... Wat me nu trouwens ook te binnen schiet, is dat jullie, of tenminste veel van jullie vroegen ernaar wat voor oefeningen ik thuis doe. En... ja, naast de oefeningen die ik bijvoorbeeld in de afgelopen vlogs heb laten zien. En waar ik die een beetje vandaan haal. Nu is het zo dat je ook zo'n app hebt. En die heb ik al een tijdje. En die is echt super handig voor als je gewoon thuis oefeningen wilt doen. Het gaat dan om deze app. Ik zal hem er even bij pakken. Wacht, ik ga het even zo laten zien. Nou, het gaat om deze app. Dit is Pump Up heet die. En dat ziet er zo uit. En ik zal gelijk eventjes laten zien wat voor jullie wel interessant is. Dat is namelijk als je hier gaat. Oh, nee, niet following. Hier, je kan hem helemaal personaliseren. Nou ja, je ziet mijn gewicht, dat heb ik allemaal ingevuld. En hier heb je dan allemaal van die workouts. Dus zoals hier, dan zie je de apps op Bootylicious bijvoorbeeld. Klik je die aan. Dan heb je hier allemaal oefeningen staan. Dus in dit geval bijvoorbeeld donkey kicks.
En dan krijg je ook in een kort fragment te zien hoe je die moet uitvoeren. En als je ook hier op het i'tje drukt, dan krijg je ook qua informatie nog hoe je je schouders of je armen, zeg maar hoe je alles moet houden, om het zo maar te zeggen. En even kijken, nee, je kan beginner aangeven. En even kijken. Oh. En hier nog meer dingen. Planken bijvoorbeeld. Kan je ook weer op het i'tje drukken. Ook weer de stappen. En ook weer zo'n fragmentje erbij. Je hebt echt allemaal oefeningen daar staan. Dus als je dan gewoon thuis wilt oefenen. Of thuis wilt oefenen. Als je dan thuis wilt trainen. Dan kan je dus zeker hier wat aan hebben. Want er staan gewoon echt handige oefeningen. Het zijn ook trouwens oefeningen die je ook gewoon in de sportschool kan doen. En dan kan je het bijvoorbeeld met gewichten doen en zo. Er staan echt zoveel verschillende oefeningen gewoon in. Dat je, ja, hier heb je sowieso wel wat aan. Hier heb je zelfs een 7 minuten workout. Echt van alles en nog wat. En als je dan weer naar het hoofdmenu gaat, of tenminste terug naar home, dan heb je hier zeg maar de populaire uploads. En dat is op basis van wat ik heb aangegeven. Dus voedsel, fitness, workouts volgens mij. En van alles en nog wat. En ja, gewoon qua motivatie is dat wel handig. En ik heb dan voornamelijk voedsel gedaan. Omdat ik heel vaak gewoon inspiratieloos ben wat dat betreft. Dus ja, dat is wel handig om dat ook hier te hebben. Het lijkt een beetje op Instagram ook. En je kan ook mensen volgen en zo. Dus dat is wel leuk. Dus dat is die app Pump Up. Nee. Nee? Nee? Vandaag nee. Niet? Oké. Doei. Doei. Lig je lekker? Nee. Ja? Nee. Nee, fase. Zo, en voor Ila heb ik een pannenkoekje met honing en aardbeidjes. Zullen we die even hier zetten? Zee. Koek. Lekker? Goed zo. Aardbei? Je bent verslaafd aan aardbeidjes, hè? Ik ga even boodschappen doen en ik heb dit nu aan. Dit is een, echt zo'n boyfriend t-shirt van ASOS. Kettinkjes van Primark. Tasje is van Missguided. Mijn broek is van Bershka. En mijn schoenen van Mason Garments. Dus dat trek ik voor nu even aan. Even simpel. Ik heb boodschappen gedaan. Alles staat hier. Ik moest ook nog een pakketje ophalen. Oh, het is al zwaar getast. Dus ik ga nu weer naar boven. Nee. Lekker, hè? Ja. Ik heb wraps gemaakt. Alleen voor Eli heb ik het even gesneden. Dat kan niet makkelijker eten. Ja. Huh? Ja. Gaat Eli vloggen? Even. Nu zie je je buik. Je moet op je gezicht doen. Kijk, naar boven. Zie je? Ja. Kijk. Ja, kijk. Eli. Ellie. Nee, niet aan het draaien. Die moet je laten zitten. Zeg maar hallo. Ga maar. Hallo. Lekker man. Kijk, je moet hem zo ver weghouden. Zo. Doe maar zo. Hallo. Hallo, ik ben Eli. Hi. Hallo. Oh my god. Zeg maar hallo. Zeg maar, ik ga slapen. Wat zei je dan? Ga jij nog even vloggen? Kijk. Hem uitdoen? Ja. Zeg maar doei tegen de mensen. Mensen. Nee, je moet doei zeggen. Zeg doei. Mensen. Krijg mama een kus nog? Mensen. Krijg mama een kus? Mensen. 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 Geef maar een kus. Ja. Krijg mama een kus? Op de lens. Mama. Kijk. Ik ga Ila even naar bed brengen en dan zien jullie ons de volgende video weer. Doei. Doei.
Hee.